Hi, dag 3 van het 1605 Content Festival. Welkom, ik ben Jente Kater. Mocht je hier voor het eerst zijn, het 1605 Content Festival is nieuw. We hebben het bedacht midden in de lockdown en dachten, het kan toch niet alleen maar kommer en kwel zijn. Laten we iets leuks doen. Nou, toen dachten we aan een webinar. Dat werden de 2, dat werden de 5, dat werden de 14. En ineens zaten we opgeschreven met een maand lang aan content. Maar wel hele toffe content. We doen het namelijk niet alleen zelf. Onze vrienden van Epidemic Sound doen onder andere mee. Zij komen met een webinar met de ins en outs van stopmuziek. Oud 538-jok Sander de Heer, die gaat een how-to over podcast doen. En morgen dan zenden we uit vanuit de studio's van Walt Wonder Smit, waar zij een webinar gaan doen over webinars. Hoe toevallig. Nou, vandaag gaat het over online directing en daar is wat mee. In de reclamewereld is het eigenlijk heel normaal dat je voor een voice-over naar de studio gaat, waar een voice-over of een stemacteur voor jou aan de slag gaat om jouw creatieve ideeën tot leven te brengen. En dan gaat het dus om jou 100% als reclamemaker. Ja, soms dan ben je daar samen zo'n 10 minuten naar op zoek en soms dan ben je een uur of anderhalf uur bezig. Soms is het zelfs maar één zinnetje en toch werkt dat schijnbaar. Rond 2011, toen wij begonnen met voicebooking, toen waren er steeds meer voice-overs met een eigen studio, een thuisstudio. En aan de andere kant van het spectrum waren er steeds meer makers van video's die niet zozeer met reclamespots bezig waren, maar met scripts voor explainers, met e-learnings enzovoort. En daar was wat mee, want in vergelijking tot die reclamemakers vertrouwden zij veel meer op de skills van een voice-over. Ja, ze maakten een briefing en die wilden ze zo duidelijk mogelijk hebben, waardoor die voice-over zo goed mogelijk wist wat de bedoeling was. Maar uiteindelijk ging het om die 100% die die voice-over erin stopte, in de hoop dat dat dan goed was. En als je een goede voice-over hebt, dan snapt hij die briefing wel en kom je toch enigszins nog op een gezamenlijke 100%. Ja, en van beide tactieken is iets te zeggen. Maar ondertussen zien we bij voicebooking dat er steeds meer gespeeld wordt met deze twee manieren van aanpak. Hoe zorg je online voor een zo goed mogelijk resultaat? Zo dicht mogelijk met wat de creatief in gedachten heeft. Dus eigenlijk gaan we van zelfregie weer naar old-style stemregie. De oude manier van werken, maar dan online. Nou, daar gaan we het vandaag over hebben en we hebben daar iemand voor gevraagd die aan beide kanten van het glas gezeten heeft. Aan de microfoonkant als voice-over doet ze heel veel en aan de andere kant zat ze jarenlang als reclamemaker. Ik heb het over Machteld van der Graag. Je kent haar niet alleen van radio en televisie, maar als je in het vak zit, dan heb je haar merchandise ook wel in heel veel studio's zien liggen. Daar is gewoon geen ontkomen aan. Heb je tijdens dit webinar vragen? Stel ze dan in de Q&A. Dat is als je in Zoom zit en misschien mocht je er nog nooit gezeten hebben, onder in Zoom met je muis gaan, dan zoeft er iets naar boven en daar zie je Q&A. Stel daar je vragen en mocht je op dit moment kijken via Facebook, dan kan je het gewoon zeggen in de comments. We houden het allemaal bij en dan na het webinar nemen we ze door met Machteld. Dag 3 van het 1605 Content Festival. Webinar nummer 3, Machteld van der Graag met online directing en remote recording. Ik wens je veel plezier. Ja, maar we kunnen er toch over praten? Ja, dat wil je altijd. Hou je nog van me? Tuurlijk hou ik van je. Ja, maar je zegt het nooit. Ik hou van je. Ja, nou zeg je dan omdat ik het vraag. Maar zeg het eens vanuit jezelf. Ik hou van je. Ja, toch voel ik een afstand. Afstanden verdwijnen. Je belt een mobiel voor 35 cent per minuut met de Pocketline Tango voor 398 gulden. Nou, we bellen. Ja, we bellen. Hallo en welkom bij mijn webinar over opnemen en regisseren op afstand. Afstand is op dit moment wel een modewoord. We moeten allemaal afstand. Vroeger was het, ja, ik voel een afstand, zoals we net hebben gezien in het filmpje uit 1996 alweer. En tegenwoordig moeten we afstand houden, wel 1,5 meter. En dat is eigenlijk veel meer dan ik afstand op het ogenblik zie om me heen. Maar we kunnen de afstand nog groter maken. Ik zeg maar wat, roep maar wat, van Assen naar Amsterdam, of van Parijs naar Papendal, of van Leeuwarden naar Los Angeles. Dat kan allemaal tegenwoordig. Afstand is geen issue meer als je wil opnemen en regisseren op afstand. Nou, wie ben ik nou om daar een webinar over te geven? Ik ben Machteld van der Graag. Ik ben dus, zoals Jente al zei, een
drietalige stemactrice. Maar ik ben in het verleden ook heel lang copywriter geweest in de reclame. En in die hoedanigheid heb ik veel stemmen geregisseerd. En tegenwoordig vanuit mijn thuisstudio spreek ik zelf in en word ik geregisseerd op afstand. Maar ik heb het ook allemaal in de studio meegemaakt. En eigenlijk is het nog steeds dagelijkse praktijk. Een mix van fysiek geregisseerd worden, fysiek regisseren. En ook op afstand opnemen en op afstand regisseren en geregisseerd worden. Die talen die komen uit mijn verleden. Mijn vader had een internationale baan, dus ik ben in Frankrijk geboren. Naar de Franse school gegaan. Als 13-jarige naar Engeland verhuisd, weer naar de Franse school. Maar het gekletst was in het Engels en dan leer je verrassend snel een taal. En thuis moesten we altijd Nederlands praten, dus dat is er met de paplepel ingegoten en gelukkig ingebleven, zonder accent. En ja, op mijn 18e zou ik voor een jaar naar Nederland komen, maar ik ben nooit meer weggegaan. En zoals in dat beroemde filmpje over die voice-over die zijn booth niet uit wil komen, I like it here. Nou ja, zoals ik zei, ik was niet altijd voice-over. Ik was dus ook copywriter en dat betekende dat ik klant was. Ik huurde dan stemmen in en die regisseerde ik om mijn tv- en radiocommercials een stem te geven. En niet dat je daar enige opleiding voor hebt. Dat is echt on-the-job training. Dat is gewoon je gezond verstand gebruiken. Je hebt die tekst geschreven. Je hebt ongeveer in je hoofd wat je wil. En dat probeer je dan op een aardige manier uit die stem te krijgen. En soms komt die stem ook met eigen suggesties. En dan word je aangenaam of niet aangenaam verrast. Dat is het leuke van dat hele regisseren. Nou, vroeger was dat dus echt alleen maar fysiek. De meeste stemmen woonden hier in Amsterdam of woonden in Nederland. Die kwamen gewoon fysiek naar de studio. En de enige afstand die er dan was dat de stem in een hok zat. En ik als klant met nog een paar collega's of de opdrachtgever misschien, zat aan de andere kant bij de geluidstechnicus. En meestal zaten we lekker aan de cappuccino of de lattes. Dat heette toen nog gewoon koffie verkeerd. Want bij geluidsstudio's hebben ze bijna altijd goede koffie. Daar staan ze onbekend. Trouwens, als jullie gaandeweg vragen hebben, ik ga natuurlijk alles vertellen, maar mocht er nog vragen zijn, dan inderdaad, zoals Jente zei, onderin het scherm bij de Q&A je vraag stellen en dan komt het allemaal goed. Nou ja, sommige van die inspreekhokken, daar zit dus inderdaad glas, of niet. Maar soms is dat glas zo klein, dat raam, dat je niet eens oogcontact hebt met de... Ah, kijk, daar komt de cappuccino. Ja, zie je? Dat is gewoon, zoals een echte klant betaamt, heb ik mijn cappuccino bij me. Dat raam kan soms zo klein zijn dat je niet eens oogcontact hebt met de geluidstechnicus of de klant. En eigenlijk krijg je dan alle regieaanwijzingen als stem gewoon auditief. En als klant zit je daar en je roept het en je weet dat de stem het hoort. Soms is het glas heel groot en dan ziet de klant je zitten in je volle glorie. En dan kan je niet in je neus pulken. En dan zien ze ook de bekken die je trekt. Maar ik had het bijvoorbeeld een keer dat er 7 klanten aan de andere kant zaten. En dat was met een groot raam. En wat je hebt is de talkback. Dus dat wil zeggen dat je dan als stem hoort wat de klanten en de geluidstechnici aan de andere kant zeggen. Dat heb je nodig om te begrijpen wat je moet doen. Maar soms bij discussies, dan heeft de geluidstechnicus zoiets van, nou, ik zet hem even uit. De stem hoeft niet alles te horen, want dan raak je misschien in de war. In ieder geval, die talkback was uit. En ik zag 7 mensen alleen maar zo. Dus ik dacht, dit gaat helemaal de verkeerde kant op. We zitten hier nog uren. En op een gegeven moment zie ik de geluidstechnicus van, ze zitten nog. Hij drukt op de knop en zegt, ja, het is goed, je kan eruit. Dus, kan eruit. Ik heb net iedereen zo nee zien schudden. Dat ging helemaal niet over de opname. Dat ging over een restaurant dat helemaal niet lekker is. Nou ja,
body language kan dus ook verwarrend werken. En dat zijn ook allemaal regieaanwijzingen. Nou ja, dus vroeger op afstand opnemen was bijvoorbeeld als je een Franse stem nodig had. Dan stapte een Franse stem in Parijs op het vliegtuig. Die kwam naar Amsterdam. Die kwam een uurtje, twee uurtjes naar de studio. Die nam zijn stem op. En vervolgens was hij klaar. Plakte hij er een weekendje aan vast. Had lekkere koffie. Klaar. Of de andere kant op. Ik als copywriter moest dan bijvoorbeeld een Engelse stem opnemen. Nou, dan nam ik het vliegtuig naar Londen. En dan ging ik daar een Engelse stem in een Engelse studio opnemen. Lekkere koffie. Ik plakte er een weekendje aan vast. Met andere woorden, maandag en vrijdag waren de ideale dagen om op afstand op te nemen. En je voelde je heel belangrijk. Je was er een hele dag mee bezig voor een uurtje opnemen. Je had er een leuke citytrip aan. Maar ja, dus het was hartstikke leuk. Maar efficiënt? Nee, dat was het niet. En toen kwam eind jaren 80 ISDN. En dat staat voor, maar dat wisten jullie, Integrated Services Digital Network. 1988 werd dat geïntroduceerd. En dat was een systeem waarbij je via telefoonlijnen aan beide kanten van het spectrum, dus eigenlijk tussen twee geluidsstudio's, kon je geluid in hoge kwaliteit opnemen. Waarbij de regie auditief was, je zag elkaar niet. Maar dat was wel een soort revolutie. Dus opeens werd die hele wereld groter. Dus ik als klant kon dan gewoon mijn cappuccino zitten drinken in Amsterdam, terwijl ik een stem in LA opnam. En dan zorgde ik dat het eind van de dag was, zodat het niet midden in de nacht was voor hem. Maar dat kon dus allemaal. En ja, dat betekende dat de wereld en de keuze aan stemacteurs werd opeens gigantisch. Dan moet ik even kijken waar ik was. Want, ja. Max, kan je even scrollen? Ik heb een speakbriefje. Dus je kon eigenlijk overal iedereen inhuren. En dat was gewoon geweldig. Maar het was verre van feilloos. En eigenlijk was het de techniek die af en toe ons in de steek liet. Want er was of ruis op de lijn, letterlijk of figuurlijk. Je moest soms heel vaak een paar keer inbellen. Het was gewoon wel een gigantische stap voorwaarts. Maar ja, het had ook zijn hiccups en was niet altijd even ideaal. Maar het was wel het enige systeem dat er was als je wilde voorkomen dat een stem helemaal in het vliegtuig moest stappen en naar ons toe kon komen. Maar eigenlijk wat we nu met Zoom-meetings hebben, dat begin van zo'n Zoom-meeting van ik hoor jou, ik hoor jou niet. Nu zie ik je, nu ben je weer weg. Nou, dat gevoel was er ook eigenlijk bij ISDN-sessies. En in het begin was het ook eigenlijk tussen professionele studio's, want zo'n ISDN-kastje was vrij duur in de aanschaf, dus niet iedereen had dat. En op den duur, de thuisstudio's van die meestal mannen, die dan echt alle nieuwste, het nieuws van het nieuws wilden hebben, die hadden dat. Die konden adverteren van, ik heb ISDN. En dan kregen ze daar gewoon toch weer opdrachten mee die een ander niet zou krijgen. Dus heel lang was het de standaard om op afstand op te nemen. Nou, dan zou je denken van als die telefoonlijn niet echt ideaal is, dan is de volgende stap om het via internet te doen. Nou, eerst kwam dan Skype. En Skype was op dat moment echt revolutionair. Ik weet, ik heb hele goede vrienden in Amerika wonen, familie in Amerika. En in plaats van gigantische telefoonrekeningen kon ik opeens voor 6 cent per uur kon ik met ze bellen. En ook nog met beeld, ik kon ze ook nog zien. Dus in combinatie met ISDN kon je op zo'n moment zowel de stem zien als opnemen. Alleen met Skype kon je niet in hoge kwaliteit opnemen. Dus dan had je weer of die ISDN nodig of dat de stem lokaal daar alles opnam. En dan daarna weer
moest versturen. Dus dat en dat kan nog steeds met systemen als FaceTime, Werby, WhatsApp. Kan je elkaar zien, kan je opnemen. Nou ja, voordat dat WeTransfer bestond, werden al die zware files verstuurd. Die werden op een FTP-server gezet. FTP. Nou ja, File Transfer Protocol heet dat. Maar ja, dat wisten jullie ook, dat hoorde ik. Dus ja, nog steeds tijdrovend allemaal, maar het ging al een stuk beter. En de volgende stap werd via het internet in hoge resolutie aan beide kanten opnemen. En dat zijn systemen als Source Connect en Session Link. En nou ja, dat soort software, dan moet ik even spieken, want dan citeer ik dat Source Connect of Session Link. Dat is software die ondersteunt opname en bewaking van hoge kwaliteit van audiosignalen via internet. En dat is dus het groot verschil met ISDN, het gaat via internet. En maakt invoer en uitvoer mogelijk in de DAW, het digitale audiowerkstation van uw keuze. Nou, dat is eigenlijk hoe het nu gaat. En het blijft magisch, echt waar. Ik bedoel, niet zo lang geleden had ik een sessie, moest ik een Franse commercial inspreken. Dat was via een Nederlands stembureau, had ik die opdracht gekregen. En ik werd gelinkt aan een geluidsstudio in Oostenrijk. En die nam het op en er waren twee klanten in Parijs en Amiens in Frankrijk die meeluisterden en mij regisseerden. En ik zag ook het filmpje en ze hadden er twee van die biepjes voor gezet, zodat ik wist waar ik moest beginnen. En ze hadden ook al bij het uittesten gezien dat er iets minder dan een halve seconde latency, dus vertraging zat. Dus die hadden ze ingecalculeerd in die biepjes, zodat als ik begon te praten, dan leek het alsof ik iets voor het beeld begon te praten, maar voor hun, voor de klant, hoe zij het zagen, was het spatzink op beeld. Dus ja, ongelooflijk. En zij namen het ook in hoge kwaliteit op. Ik heb het wel zelf lokaal als backup opgenomen, maar dat was helemaal niet nodig, want zij hadden gewoon, mijn internet was goed genoeg en dus dat ging helemaal goed. En dat is dus wel een heel belangrijk punt, goed internet. Wij hebben in Nederland goed internet en als je vanuit je thuisstudio opneemt, dan is het handiger als je dat ook bekabeld doet. Dat is stabieler. Maar niet alle landen hebben goed internet en dat is wel een grote voorwaarde om met dit soort systemen te kunnen werken en op te kunnen nemen. Dus als je haperingen of bugs tegenkomt, dan kan het heel goed zijn dat de internetverbinding van de ene of de andere kant gewoon niet goed genoeg is. Oké, dus we hebben nu het hardware en het software aspect gehad. Je hebt je cappuccino en je hebt de stem laten weten. De stem weet wat de klant wil. De klant zegt wat de stem wil. Dus we kunnen eigenlijk beginnen met opnemen. Dan gaan we eerst de zaak bekijken vanuit het perspectief van de klant. En nu moet ik even... dan moet je bedenken van wie is de klant? Ja, de klant kan heel veel soorten mensen zijn. Het kan iemand zijn van een bedrijf dat de opdracht heeft gegeven. Het kan daar de marketing manager van zijn, de eigenaar, de projectmanager. Het kan een producent van een animatie of een video zijn. Maar het kan ook iemand van het reclamebureau zijn. Dus de copywriter of de projectmanager. Dat kunnen. Of ze kunnen er allemaal tegelijk zitten. En dan heb je gewoon soms 6-7 mensen. Ja, tegenwoordig niet, maar dat zou er kunnen zitten. Dat is dus wat er fysiek gebeurt, maar wat er nu ook online gebeurt. Soms heb je gewoon heel veel mensen aan de lijn. En het belangrijkste is dan dat er in de studio heeft de geluidstechnicus dan een beetje de leiding van dat hele forum. En die zegt van oké, alle aanwijzingen naar de stem gaan via mij. Of hij zegt van jij bent nu de woordvoerder, jij bent de regisseur en je verzamelt alle feedback
En nou ja, dan krijg je dat. Maar als je dat allemaal via een telefoon hebt of in allemaal, dan zie je allemaal mensen daar. Ja, dan moet je gewoon die spelregels meteen even vastleggen, zodat je niet 7, maar 1 kapitein op het schip hebt. Want anders word je als stem helemaal gek. En als klant word je ook gek, want dan geeft de stem je eigenlijk niet wat je verwacht. Dus je moet eigenlijk een beetje weten wie je voor je hebt. Dus ja, je begint eigenlijk heel simpel met een voorstelrondje. Wie ben jij? Wie ben jij? Wat is jouw functie? Oh, die persoon is beslissingsgevoegd. Dat is de stagiair. Die luistert gewoon even mee. Die maakt het mee. Wie heeft de tekst geschreven? Dat soort dingen. Het lijkt allemaal heel normaal, maar het wordt heel vaak overgeslagen. En dan kan er toch sprake zijn van miscommunicatie. Ben je als klant ervaren met dit soort zaken, met het regisseren, en ben je als stem ervaren, nou ja, dan moet alles in principe heel soepel verlopen. Ben je als klant onervaren, of is dit de tweede of derde keer dat je het pas doet, of ben je een beginnende stem? Wees dan eerlijk naar elkaar, weet je? We zijn hier om een klus te klaren en het heeft geen zin om te gaan bluffpokeren of je beter voor te doen dan je bent. Ga ook niet de andere kant op. Ga ook niet al je onzekerheden etaleren. Oh, het is mijn eerste keer. Ik ben zo eng. Ik ben nerveus. Nee, dat ook niet. Je hebt als het goed is toch wel gewoon genoeg geoefend, zelfs als onervaren stem. Of een cursus gedaan, een opleiding. Gewoon gezond verstand. Rustig, het is geen rocket science, je weet wat je kan en dat doe je gewoon the best of your ability. Oké, en vooral spreken naar elkaar uit, maar respecteer elkaar en blijf dat respect houden. Het scheelt ook een beetje wat voor opname je voor ogen hebt. Er zijn drie soorten opnames eigenlijk. De full monty is inderdaad wat ik net beschreef met het filmpje, de biepjes, 7 mensen die meeluisteren, een professionele geluidsstudio. Dat is vaak voor de commercials, de high-end opnames. Dan heb je als tweede meer een soort meeluistersessie. Dus dat je op weg gaat met elkaar. Dus je begint bijvoorbeeld, dat is vaak voor lange teksten. Dan doe je bijvoorbeeld 1 pagina ervan, zodat je met elkaar hebt bepaald van ja, dit is de toon, dit is de snelheid, zo wil ik het hebben. En dan maak je dat als stem eigenlijk daarna af. En de derde is eigenlijk een soort light versie van regisseren en meeluisteren. Dat is meer een briefinggesprek. En dat kan dus zijn dat je van tevoren even inderdaad met elkaar via beeldbellen of wat dan ook bepaalt van, nou ja, zo wil ik het hebben. En ga je gang en als het niet goed is, dan komen we weer bij elkaar terug. Maar dan heb je als stem eigenlijk ligt de verantwoordelijkheid meer bij jou. Maar dan ben je geregisseerd, niet live, maar van tevoren. En dat heb ik bijvoorbeeld een keer meegemaakt. En dat was by far de grootste afstand die ik ooit heb gehad. Ik was op vakantie in Amerika, bij San Francisco in de buurt, in Piedmont. En ik logeerde bij een vriendin. En ik had mijn apparatuur bij me. En ik kreeg een auditie via een van die pay-to-play platforms om Xena Onatopp na te doen. En Xena Onatopp was een rol die gespeeld werd door Famke Janssen. Vandaar dat in de algoritmes kwam Dutch naar voren. Het waren een paar regeltjes voor een of ander educatieve film. Een computeranimatie over chemische elementen. En dan moest die stem, die was dan Oxygen. En die moest een paar scènes spelen. Dus ik heb toen met WhatsApp gebeld met Australië. Want de opdrachtgever zat in Australië. 17 uur tijdverschil. Dus dat is al een gigantische afstand. En toen heb ik het in de kast van de logeerkamer bij die vriendin heb ik het opgenomen. Met 17 uur tijdverschil van Piedmont, Californië naar Sydney, Australië gestuurd. En nou ja. En dit was het verhaal. Dit was het resultaat.
Hey, you looking for a bond? Only if the chemistry's right. Welcome, Gold. Where do we start? By telling me the name of that atom with the blonde bombshell. Well, that's Chlorine, Queen of the Bleach. She's poison. You don't want to know her. I'm not so sure about that. So, where are they being trained? I heard of a secret room inside the academy. Let's go. Nou, was even een kleine commercial break. Ja, zo veel afstand heb ik daarna nooit meer gehad. Oké, ik weet dat je als klant nu zit te genieten van je cappuccino. Maar voordat we echt gaan beginnen aan de opname, moet ik even heel streng zijn. Heb je je huiswerk gedaan? En met huiswerk bedoel ik eigenlijk de voorbereidingen. Want die zijn gewoon eigenlijk heel belangrijk voordat je aan een opnamesessie begint. Het valt of staat daar eigenlijk bij, of je nou fysiek in de studio zit of online. En dan begint het met het uiteindelijke script. Is het definitief? Is het helemaal afgetimmerd? Heeft iedereen het goedgekeurd? Dat is dat document waar in de titel staat def, 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 final, 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 def, def, def. Dat script, dat heb je nodig. Iedereen heeft zijn plasje erover gedaan, inclusief de juridische afdeling. Dat is de tekst die je moet hebben. Als je hem van tevoren hebt, als je hem al voor de opnamesessie hebt, dan zou je het kunnen delen met de stem in zijn thuisstudio. Want die kan dan de tekst een paar keer doorlezen. Die kan kijken of er nog vragen zijn, moeilijke woorden, dat soort dingen. Dus tekst. Ga je muziek gebruiken? Muziek is heel bepalend bij filmpjes. Als je bijvoorbeeld een lekker lounge, relaxed muziekje hebt, ja, dan ga je gewoon als stem ook gewoon lekker daarin liggen. En dan ga je heel anders inspreken dan als je een heel energiek muziekje hebt met 200 beats per minute. En dan ga je gewoon veel meer energie. Dus muziek is best wel belangrijk. Als je al weet, het hoeft niet de definitieve muziek te zijn, maar als je weet een beetje wat voor sfeer je hebt, deel dat. Als je zoekt naar een specifieke toon. Probeer die dan op te zoeken in andere video's of in stemvoorbeelden van de stem zelf. Ik heb de laatste tijd dat heel veel mensen vragen, kijk, dit is gewoon een beetje mijn normale stem. En dan vragen ze allemaal om de hele lage, een beetje trailer voice-achtige stem uit Amerika. Nou ja, dan probeer ik dat gewoon, maar laatst is het één keer gelukt, maar ik weet niet of het nog een tweede keer lukt. Nou ja, tone of voice is ook heel belangrijk om van tevoren te brieven. De lengte. Strikvraag. Hoeveel woorden passen in een minuut? Ik weet zeker dat niet veel mensen daarover hebben nagedacht. Het verschilt natuurlijk per taal. Maar in het Nederlands zitten we zo rond de 120 à 140, 150 voor mensen die heel snel kunnen praten. Het kan nog meer woorden per minuut voor webfilmpjes, voor dat soort dingen. Dus ga maar na. Als je een script hebt van 400 woorden, want de baas wilde die zin er nog in. En de corrector die heeft van één zin twee zinnen gemaakt met nog het bijwoorden erbij. En de juridische afdeling heeft er ook nog een paar disclaimers aan toegevoegd, waardoor je dus van je keurige 240 woorden op 400 woorden uitkomt. Maar het filmpje moet in 2 minuten. Nou ja, dat gaat hem dus niet worden. Dus dan moet je eigenlijk voor de luister of voor de opname moet je echt gewoon zorgen dat je script past. En je kan het niet alleen aan de woorden zien, je kan ook gewoon in je telefoon even een guide opnemen. En dan neem je gewoon je tekst op en je ziet hoe lang het is en je denkt, het past. Ja, ik zit net op de 2 minuten. Nou, dan moet je eigenlijk nog wat schrappen. Want het is niet dat wij als stemmen traag zijn, maar ons spreektempo, omdat wij meer intonatie leggen, omdat wij vaak gewoon meer dingen klemtonen en zo. Wij spreken in principe iets van 10 à 15% langzamer dan gewone
spreeksnelheid. Dus vaar niet blind op je guide track. Het is wel handig, maar tel er gewoon even 10% bij op. En dan moet je in principe goed zitten. Moeilijke woorden. Zitten er moeilijke woorden in je tekst? Bijvoorbeeld medische termen, technische termen, afkortingen. Moet je SAP zeggen of moet je SAP zeggen? Ik als stem kan dat niet raden. Ik kan heel veel opzoeken op Forvo, op allerlei uitspraaksites, maar ik kan niet bij alles raden hoe ik het moet uitspreken als het een moeilijk woord is. Dus het is handig om daar ook weer je telefoon te pakken als klant en dan spreek je even die moeilijke woorden in. En dan, als je dat van tevoren al doorgeeft aan de stem, dan kan die daarmee oefenen en dan maakt het allemaal alles soepeler. Want we zijn natuurlijk ontzettend slim als stemzijnde, want het ene moment spreken we een heel e-learning course voor hersenchirurgen in. En dan weer een commercial over sneakers. En dan weer een webfilm voor de overheid. En een stem in een game. Maar wat opdrachten die je ook kan krijgen. En dat heb ik een keer gehad. Een 10 minuten film over de geschiedenis van een pulppapierfabriek in Finland. Hartstikke leuk. Nee, het was echt hartstikke leuk. Maar het was gelardeerd met Finse woorden. En dat zijn dingen die je niet echt overal kan vinden. Dus voor die 10 minuten tekst kreeg ik een audioguide van 3 minuten. In het Fins ingesproken met al die woorden achter elkaar. En dat ging van Ola Visiben en Rapocha en Nihiloriti. Heerlijk. Af en toe dan, ik heb het bewaard en af en toe luister ik er nog even naar. En dan waan ik me helemaal in de bossen van Finland. Dus alsjeblieft, denk met ons mee. Accepteer dat we niet alles weten van tevoren. En geef ons gewoon even een audiobestandje met die moeilijke woorden. Waar zijn we gebleven? Ja, we hebben het volgende gehad. Definitief script, aantal woorden of lengte, muziek wel of niet, tone of voice, voorbeelden. Als je vragen hebt, zet ze in de Q&A, niet vergeten. Doelgroep hebben we nog niet gehad. Tegen wie heb je het? Heb je het tegen zakenmensen, heb je tegen moeders, heb je tegen tieners, heb je tegen yoga-docenten, heb je tegen de koningin, heb je tegen een gothic convention. Dat maakt ook allemaal dat de stem spreekt hoe die gaat spreken. Dus dat is handig om te weten en dat is handig om van tevoren de juiste mindset voor de stem neer te zetten. En dan als laatste punt. Variaties in het script. Jullie weten wel van die dingen met een slash. Van dit of dat. Of een disclaimer inderdaad van dat juridische afdeling wil dat je nog een zou kunnen in een zin inbouwt. Omdat het dan minder hard overkomt. Eén vraag. Beperk ze tot een minimum. Alsjeblieft, namens alle stemmen. Natuurlijk. Kunnen er variaties komen? Natuurlijk kan je bijzinnetjes en zo, prima. Wat je dan doet, is in je scriptdocument zet ze helemaal aan de achterkant. Zodat je het momentum van de opname niet stoort. Dus je neemt gewoon lekker op. Je bent helemaal tevreden met alles. En dan aan het eind ga je die alternatieven doen. En probeer ze inderdaad tot een minimum te beperken. Nou, dat is eigenlijk een beetje. Ja, het lijkt veel, maar een goede voorbereiding, geloof me, maakt dat een sessie soepel gaat. En ik zal heel veel tijd en frustratie besparen. En vroeger werd dat natuurlijk meer over nagedacht. Want als je fysiek in een studio zit, een fysieke studio kost een paar honderd euro per uur. Dus dan zit er een hele strenge producer van. We moeten wel even opschieten, want de volgende staat al te wachten. En met online opnemen en online regisseren, dan even, maakt allemaal niet uit. Maar toch,
probeer het strak te houden. Dus als klant ben je helemaal klaar. Je hebt je cappuccino. Je hebt je goede internet of je wifi. Je hebt een rustige plek op kantoor of tegenwoordig thuis gevonden om te gaan zitten. Je bent er helemaal klaar voor. Je hebt er hartstikke veel zin in. En wat basisdingen. Tijdens de kennismaking zet je je microfoon aan en dan klets je even met elkaar. En als je stem aan het opnemen is, dan zet je hem op mute. En dat is niet omdat de stem jou niet wil horen, maar de stem heeft gewoon geen zin om gestoord te worden door een blaffende hond, een miauwende kat, kinderen die rondrennen of collega's die een verjaardagsfeestje vieren in de volgende kamer of wat dan ook. Dus gewoon even op mute zetten tijdens de opname. Dat is, dan zet je gewoon weer je microfoon aan als je commentaar hebt. Laat de stem dan na alle kennismakingsdingen gewoon een eerste lezing geven van het script. Het kan zijn dat de stem zich verspreekt. Het kan zijn dat die woorden verkeerd uitspreekt, klemtonen verkeerd legt. Maakt niet uit. Laat gewoon die stem uitspreken. Maak aantekeningen en dan kan je dat allemaal doorspreken als je weer aan de beurt bent. En dan kom ik nog één keer terug op wat ik eerder zei. Dat als er meerdere partijen meeluisteren, zorg dat er één woordvoerder is die tegen de stem zegt van ik zou het wat warmer doen of wat meer glimlach of dat soort regieaanwijzingen. Ik snap dat iedereen zijn zegje wil doen, maar please, één kapitein. Die eerste opmerking is heel belangrijk, want daar zet je eigenlijk een beetje de toon van de opnamesessie mee vast. En dan heb ik een favoriete collectie van twee woorden. Wees aardig, wees professioneel en wees opbouwend. Oké, dat zijn 6 woorden. De stem die je hebt ingehuurd is professioneel, met min of meer ervaring, maar weet gewoon in principe wat hij doet. En meestal zijn we hele aardige mensen als stemmen. We beheersen ons vak. En het belangrijkste dat wij hebben is dat wij regisseerbaar zijn. Wij en jullie, de klant, kunnen ons regisseren. En dat maakt dat wij als stemmen eigenlijk zijn we was in de handen van de klant. Dus als de klant vraagt van stop hier wat meer energie in. Of lees het met een glimlach. Of kan het wat warmer zijn. Of meer dynamiek, dat je gewoon meer op en neer gaat. Of meer pit. Of of lees het alsof je tegen een vriend zou zeggen. Nou, al dat soort dingen, in principe, krijg je dat dus ook terug van de stem bij de volgende lezing. Dus dat is de magie van regisseren. En dat is als je het goed verwoordt en als je het goed opbouwend en aardig en professioneel vraagt, dan krijg je dat in principe ook gewoon terug. Als de stem een relatieve beginner is, dan kan dat wat langer duren. Maar dan komen er nog 2 woorden bij. Wees geduldig en respectvol in alles wat je doet. Kijk, net als het werk dat een klant doet, die is ook niet van de ene dag op de andere marketingdirecteur of projectmanager geworden. Een stemacteur is dat ook niet overnight. En we moeten allemaal leren en kilometers maken. En dit zijn dan gewoon een aantal kilometers die je samen maakt. Dus geniet van de journey, zou ik zeggen. Maar zelfs al is een stem ervaren of niet onervaren, als je tegen dingen aanloopt in een opname, het kan zijn dat je als klant denkt van ik heb me nu al 10 keer gevraagd en uitgelegd, ik krijg het er niet uit. Dat kan frustratie en tot irritatie leiden, maar dan weer, tel tot 10, blijf aardig, blijf professioneel, blijf opbouwend. Het ergste wat je kan gebeuren als stem, is dat je opname wordt afgekeurd, dat je er dus niet uitkomt. En dat kan gebeuren, dat is mij ook af en toe gebeurd. Daar is helemaal niks mis mee, want verwachtingen kan je wat dat betreft niet managen. Dus dat blijft daar gewoon respectvol met elkaar omgaan. Als je als klant tevreden bent,
zegt dat ook. Dat is ook gewoon fijn om te horen voor een stem. Want dan heeft hij zoiets van, yes, ik ben op de goede weg. Als je een extra take wilt als klant zijnde, zeg dat dan. Dan krijg je die. Als je de stem het podium wil geven. Als je wil zeggen van, hoe zou jij dat nou doen? Wat is jouw interpretatie van deze tekst? Dan kan het zijn dat de stem je verrast met een hele andere aanvliegroute waar je zelf helemaal niet aan gedacht had. Dat had ik een keer toen ik als beginnend copywriter had ik Cees Heijnen en Gees Lindenbank in de studio voor een commercial voor Pijnenburgkoek. En ze hadden het eerst gewoon heel klassiek gedaan zoals ik het geschreven had. En toen zei ze, mogen we er een beetje mee spelen? En toen zei ze, stemmetjes gaan doen. Nou, en hij werd gewoon 100 keer leuker, die radiocommercial. Het heeft me zelfs een reclameprijsnominatie opgeleverd. Dus laat je verrassen. En wie weet wordt het veel beter. Het kan ook complete bagger worden, hè? Dat kan ook. Nou, dan kan je er gewoon lekker om lachen en dan is er gewoon helemaal niks aan de hand. Want net als in de studio, een opnamesessie is in principe gewoon hartstikke leuk. Er zijn zat banen die veel minder leuk zijn, zoals putjes scheppen of als je nu boas bent en mensen moet vertellen dat ze 1,5 meter afstand van elkaar moeten houden. Dat is echt een stuk minder leuk dan met je cappuccino een stem regisseren. Nou, nu heeft de klant en stel dat dat worst case scenario je opname wordt afgekeurd en er wordt een andere stem gekozen. Ga daar dan niet al te moeilijk over doen. Ik snap dat het hard aankomt en dat het niet leuk is. Maar als je aardig blijft, dan onthoudt die klant van... Oh, ja, dan onthoudt die klant dat je aardig was. En niet dat die opdracht niet goed is gegaan. Als je heel erg lastig gaat doen, dan onthoudt die klant dat je niet alleen lastig bent, maar ook nog gewoon niet goed je werk hebt gedaan. En dan ben je sowieso die klant kwijt. En dan gaat hij ook niet aanbevelen aan anderen. Dus dat is ook, ja, terwijl je daar als stem zit, ook een ding waar je voor je eigen marketing, je imago, ook aan moet denken. Je moet aan heel veel dingen tegelijk denken. Maar dat is wel even belangrijk, dat je dat onthoudt. De klant met de cappuccino hebben we nu even gehad. En dan gaan we nu, zijn we nu weer even aan de kant van de stem. Geen cappuccino voor jou. Geen koffie verkeerd, geen latte. Waarom niet? Waarom niet? Nou, omdat melk de speekselklieren activeert. En dan krijg je steeds meer speeksel in je mond en dan kan je die mondgeluidjes hebben en zo. En er zijn plugins en hele knappe geluidstechnici die dat allemaal eruit kunnen halen uit een opname. Maar ik denk van, hou die cappuccino gewoon voor na de opname. Vergeet niet, als je vragen hebt, stel ze in de Q&A daar beneden. En op Facebook kan je ze gewoon onder in de commentaren zetten. Ik kan me niet voorstellen dat je vragen hebt, maar want ik heb nog heel veel te vertellen. Dus wat is het huiswerk voor de stem? Want ook de stem heeft huiswerk. Naast het feit dat je fit, vrolijk bent, dat je goed slaapt, je stem opwarmt met allerlei zangoefeningen, bijvoorbeeld dat. Nou ja, dat kan je allemaal doen. Je hebt er zin in. Je moet op het juiste moment komen opdagen in je thuisstudio. Je moet punctueel zijn. Je moet een fijne studio hebben. Een home studio waar je je goed voelt, waar je prettig zit. Je apparatuur moet het goed doen. Je internet moet goed zijn en liefst bekabeld. Als je geen professionele thuisstudio hebt, kan je altijd natuurlijk een geluidsstudio huren. Dus je kan naar een van de geluidsstudio's bij je in de buurt. Maak je een deal mee en dan ga je daar je opnames doen. Dat is ook natuurlijk een mogelijkheid. Dan kan je op die manier ook opnemen. Controleer je instellingen voor de opname. Controleer de verbinding als het een Session Link of Source Connect opname is. Dan heb je van tevoren vaak met de geluidsstudio even contact om te kijken of dat allemaal goed loopt.
Neem hiervoor de tijd. Dan ga je zitten. Je pakt een glas water. Je neemt pen en papier om wat aantekeningen te maken, want je krijgt natuurlijk feedback en aanwijzingen. Draag stille kleding. Er is kleding. Kijk, nu heb ik knoopjes die tegen de tafel gaan. Er is ook kleding die knispert, die geluid maakt. Niet doen. Stille kleding. Alles hoor je. Die microfoons die pakken alles op. Als je de tekst van tevoren hebt gekregen, lees hem dan door. Kom je zinnen tegen die niet lekker lopen? Zijn er grammaticale fouten? Want je hebt ook vaak met vertalingen te maken. Wat nog meer moeilijke woorden? Vraagt hij ook op. Spreek een demo in voor jezelf om te kijken van, oh, krijg ik het binnen die 2 minuten? Oh, nou, ik moet iets sneller. Of nou ja, dat je in ieder geval een beetje dat hebt. Als er moeilijke woorden zijn en je hebt een guide gekregen, dan kan je die hulp, zegt die gewoon achter elkaar een paar keer, dan zit het in je mondgeheugen. Ik heb 1 woord waar ik dat heel vaak voorkomt in Engelse webteksten en waar ik regelmatig over struikel, en dat is effortlessly. Kijk, nu heb ik hem wel natuurlijk. Effortlessly. 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 Nou ja, dat zo gaat het dan heel goed en dan kom ik het tegen de zin en dan is het weer effortlessly. Nou ja. Tegenwoordig gaat het wel beter. Oké, dus je bent er klaar voor. Je sluit je kat op. De hond geeft je een bot. De kinderen zet je voor de televisie. Je zet je telefoon in vliegtuigmodus. En op je computer waar je opneemt, zet je ook alle programma's uit die ping van die berichten zouden kunnen geven. Laat je gewoon door niets afleiden. Oké, dan ben je er helemaal klaar voor. En dan klik je op de link en dan ontmoet je de klant of de klanten. Als je genoeg zelfvertrouwen hebt, dan hou je je camera aan tijdens de opname. Dat is best wel leuk voor de klant, want die ziet dan wat voor gekke bekken je trekt. Of dat je heel erg met je handen praat en je probeert niet uit je neus te pulken. Als je denkt van, ik word daar helemaal zenuwachtig van als iemand naar me kijkt of als ik mezelf in een hoekje zie, dan zeg je dat tegen de klant. Zeg, nou, leuk jullie gezien te hebben, maar tijdens de opname zet ik de camera uit, want dan kan ik me beter concentreren op mijn inspreken. Prima, weet je, alles in overleg doen. En eigenlijk voor jou gelden ook die 6 woorden. Wees aardig, wees professioneel, wees opbouwend. Dus de sessie moet gewoon soepel verlopen. Je gaat knallen. Dit zijn je 15, 30, 45 minuten, minutes of fame. En je moet performen. En je weet dat je het kan. En je doet het gewoon. Niks aan de hand. Niks aan de hand. Nou ja. Mocht het dus gebeuren dat ze niet blij zijn, ja, dan weet je, dan praat je daarover en je komt er altijd wel uit. Het is echt gewoon niet nodig om daar heel erg moeilijk over te doen. Wordt het afgekeurd, ook jammer, maar zoals ik net zei, als je daar kalm en aardig en respectvol over blijft, dan leer je ervan. Want dan vraag je ook van, ja, maar waarom? Wat had... Oké, ik begrijp dat ik het niet beter had kunnen doen en jullie verwachtingen waren anders. Maar probeer er wel lering uit te trekken. Dat is gewoon een supergoed leermoment. Afgewezen worden is een supergoed leermoment. Dat ga ik op een tegeltje doen. Nou ja, als je de eerste take hebt ingesproken, dan krijg je dus reacties van de klant. Nou, maak even wat notities, neem het allemaal hier op. En dan... met die aanwijzingen in je achterhoofd doe je een tweede take. En dan krijg je weer wat commentaar. Het kan zijn met lange teksten dat je bijvoorbeeld afspreekt om paragraaf per paragraaf of alinea per alinea in te spreken. Want anders dan zit je klant elke keer door al die lappen te luisteren. En wat ik al net zei, als jij als stem denkt van, ik zou het helemaal anders doen, mag ik dat even proberen? En de klant geeft je daar de ruimte voor. Ga je gang. Dan kan je gewoon een heel ander licht erop werpen. En je kunt ze daar gewoon mee verrassen. Dus dan kan je gewoon verder gaan. En op dit punt, nou, heb je al je opnames gedaan. Je hebt je aanwijzingen vers in je hoofd.
En dan zeg je tegen de klant, dus alles is goedgekeurd, je hebt je administratie. En er gebeurt vrij veel en je hebt vrij veel prikkels, je wordt afgeleid. Dus als iedereen tevreden is, kan je ook aan de klant vragen, je kan dit ook aan het begin, ik zeg het vaak aan het begin van een sessie, van we gaan samen opnemen, maar als we klaar zijn en jullie zijn happy, dan neem ik het nog één keer of twee keer als een korte tekst is op in mijn eentje. Want dan kan ik me compleet concentreren op de opname. Dan hoef ik niet meer rekening te houden met alles wat er om me heen gebeurt. En dan, ja, dan kan ik daar compleet op focussen. Want waarom zou je dit doen? Dat is omdat je tijdens de sessie heel veel bordjes in de lucht moet houden. Je moet opnemen. Je bent dus je eigen geluidstechnicus. Je moet aanwijzingen, regieaanwijzingen interpreteren. Je moet de favoriete takes bijhouden. Dus een soort administratieve functie heb je er ook nog bij. Je moet tussendoor af en toe een slokje water nemen. Je moet af en toe een grapje maken. Want het is natuurlijk ontzettend gezellig allemaal met elkaar. Je moet aantekeningen maken. Eigenlijk ben je aan het multitasken op het hoogste niveau. En dat kan je inspreekkwaliteiten beïnvloeden. Dus het kan zijn dat je daardoor minder goed performt. En als je dat, hoe meer ervaring je hebt als stemacteur, hoe makkelijker dit wordt. Maar het blijven altijd wel veel dingen tegelijk. Dus als straks de klant gewoon lekker weer aan zijn eigen cappuccino is, naar kantoor gaat, naar zijn vrienden of naar zijn gewoon in huis weer dingen gaat doen, zijn of haar kinderen thuisles gaat geven, de hond uitlaten, dan kan jij gewoon rustig in je eigen studio lekker voor die microfoon gaan zitten. Je hebt alle aanwijzingen nog vers in je hoofd en dan kan je gewoon rustig opnemen. En vaak zijn dat hele goede, vloeiende opnames waar de klant misschien ook wel heel veel aan heeft. Dus gun jezelf die luxe om dat te doen na een meeluistersessie, om dat gewoon nog even in je eentje op te nemen. En nou ja, dat is dan een bonus track voor de klant. Het is niet extra werk, maar het is ook voor jezelf. Zoals Rachel ooit zei in Friends van I need closure. Nou, dit is een mooie manier ook om een opnamesessie af te ronden. Voor jezelf is het een soort closure. En over afronden gesproken lijkt dit mij een heel mooi moment om nog wat vragen te stellen als jullie nog vragen hebben. Maar voor mij om af te ronden. Dus ik wil hierbij zeggen, onthoud goed. Opnemen en regisseren op afstand. De techniek heeft het dus mogelijk gemaakt voor klanten en voor stemmen om elkaar op afstand te vinden. En de afstand maakt daarbij niet uit. Regisseerbaar te zijn, opnames in hoge kwaliteit, het kan allemaal. Wat je nodig hebt is goede apparatuur, goed internet, goede vaardigheden en niet onbelangrijk een goed humeur. Want we zijn op de wereld om elkaar te helpen, nietwaar? Nou, bedankt voor het luisteren, bedankt voor het kijken. En ik zou zeggen, blijf vriendelijk, blijf professioneel, blijf opbouwend en vooral blijf gezond. En dan gaan we nu weer terug naar Jente. En dan hoop ik dat ik jullie vragen kan beantwoorden. Dankjewel, Machteld. Mooi, mooie woorden. Je houdt van je vak, dat is altijd heel mooi. Wat mij enorm opvalt in het hele verhaal is eigenlijk één woord, samenwerking. Ja, absoluut. Ja. Maar als je zo met samenwerking in zo'n sessie bezig bent, hoe bereid je jezelf dan voor op zo'n samenwerking, zo'n sessie? Heel veel yoga. Nee, hoe bereid je je voor? Ja, bij mij is het een soort tweede natuur geworden, want ik sta er niet zo meer bij stil. Maar ik denk wel dat je weinig aan je hoofd moet hebben. Je moet weinig prikkels en afleiding hebben. Je moet zorgen dat je in een cocon komt, mentaal en fysiek. Je opname ook is vaak een cocon. En dat je eigenlijk
alleen maar daarop focust. Dus niet denkt van, oh, de boodschappenlijst, of ik moet nog een appje sturen, ook moet nog een mail maken, ook moet dat. Nee, op dat moment, het duurt ook nooit zo lang. Hè. Het is hooguit een uur van je hele dag. En vaak is het ook korter. Dus eigenlijk is het, sluit jezelf af. En het is focus, concentreren en ja, tot rust komen. Daarom moet je ook altijd gewoon iets van tevoren gaan zitten. Dus niet denken van, last minute, oh, ik kom er nu, ja, ik ben er. Nee, je moet gewoon, je adem moet rustig zijn. Je hoofd moet zo leeg mogelijk zijn. En ja, wat je aan voorbereidingen kan doen, zoals je inlezen, hoe de klant heet, I don't know, allemaal dat soort dingen. Rust. Ja. Er zitten waarschijnlijk in deze sessie waarschijnlijk een aantal voiceovers die nog niet zo lang met voiceover werk bezig zijn. Of misschien al wel een aantal jaartjes, maar eigenlijk die het tijd van het studiowerk niet zo mee hebben mogen maken. En wat mij vaak bij dat soort stemmen opvalt, is dat het wel even wennen is. Dus wennen als je vanuit je eigen setting waar jij de briefing online krijgt, dus via een platform of via de mail of whatever, waar je echt gaat schakelen met zo'n stem, klant, sorry. En dat sommige mensen best wat onzeker maakt. Hoe ben jij in de, zeg maar, in je eerste 1 of 2 jaar met die spanning omgegaan? Totale paniek? Nee, ja, dit is echt een iets dat je on the job leert en waar je karakter ook wel, denk ik, mee te maken heeft. Als je al snel zenuwachtig wordt, als je niet veel dingen tegelijk kan doen, dan kan dat absoluut tegen je werken. Ik vond het in het begin ook niet fijn. En ik was ook best wel zenuwachtig in het begin. Dan heb ik het echt over 10, 12 jaar geleden. Als iedereen zo meeluisterde en commentaar gaf. En dan kon ik heel snel het gevoel hebben van, oh, ik doe het niet goed of het gaat niet de goede kant op. En dat is iets dat je echt met ervaring leert. En dan moet je eigenlijk het geluk hebben dat je aardige klanten hebt die jou die zenuwen gunnen en die tijd geven om wel de performance neer te zetten die zij van jou verwachten. En dat is weer die samenwerking en dat respect, dat wederzijds respect dat je eigenlijk het geluk moet hebben dat je gewoon aardige mensen op je pad tegenkomt. Ja. En van elke sessie leren van, oh, ik had dus me beter moeten voorbereiden. Of als je je niet kan voorbereiden, als je de tekst pas krijgt als de sessie begint. Dat je dan gewoon in de sessie gewoon iets meer tijd vraagt om de tekst voor jezelf door te lezen, ja, bijvoorbeeld. Zonder, ja, dat het al opgenomen wordt, als je de tekst voor het eerst ziet. Wat mij heel erg bijgebleven is, toen ik een van mijn eerste sessies met een klant erbij deed, was dat die klant die wilde iets waarvoor ik op dat moment de ervaring gewoon simpelweg niet had. Dus ik zat op dat moment nog heel erg in dat standje radio en ik legde dus gewoon veel te veel nadruk. En die klant die wilde heel gewoon, vertel het nou gewoon in plaats van maak het groot. Vertel het gewoon. Dus ik zat daar te struikelen met mijn ervaring, maar ik merkte, ik merkte dat niet toen, maar achteraf, echt jaren later, zat ik daarover na te denken. En ja, hij ging zich een beetje opstellen als een haantje. Maar dat kwam eigenlijk ook omdat hij weer niet die regie ervaring had. Waardoor het dus, we beide dus iets hadden waardoor het niet bepaald beter werd. Maar hoe ga je met zo'n
zo'n situatie om dan? Als je, hè, je weet, je hebt zelf je plussen en je minnen. Maar je weet ook van ja, ik zit hier in een studio met iemand. We moeten het samen goed doen. Er moet het mooiste uitkomen. En ik merk dat het niet lekker gaat samen. Ja, hoe ga je... Ja, dat komt zeker voor van die awkward momenten. En die... Ja, ik herken dat van onervaren klanten die dan zichzelf overschreeuwen. Dan kan je kijken of je zelf de regie een beetje kan nemen, naar jouw kant trekken. Jouw ervaring erin stoppen. En ik zeg altijd, eerlijk duurt het langst. Dus als de chemie er echt niet is, dan kan je ook gewoon besluiten van dit kost mij zoveel energie om de tekortkomingen van de klant op te vangen. Dat je zegt van ik neem het op zonder dat je meeluistert. En dan geef je daar commentaar op en dan doe ik het nog een keer en misschien nog een keer. Maar op deze manier komen wij niet verder. Of je geeft de klus helemaal terug. Dat is natuurlijk een heel extreem geval. In ieder geval moet je ook niet belerend gaan worden naar zo'n klant. Van luister eens, ik ga jou even vertellen hoe het moet. Want dan, dat is natuurlijk ook helemaal niet de bedoeling. Het is eigenlijk allemaal gewoon gezond verstand en aanvoelen hoe je met iemand om kan gaan. Maar vooral die persoon in zijn of haar waarde laten. En kijk, nu, ik zit natuurlijk nu vanuit een positie dat ik heel veel ervaring heb. Dus ik kan wat makkelijker zeggen tegen een klant van, mag ik eerlijk vragen... heb jij dit vaker gedaan of doe jij dit vaak online regisseren? En als hij dan zegt, nou ja, nee, het is de tweede keer. Ik zeg, oké, nou, dat is helemaal prima. Maar misschien kun je me beter sturen als je even terug naar de basis gaat en gewoon vertelt alsof je aan je vriendin of aan je vriend vertelt hoe je het zou willen hebben. En inderdaad gewoon dat schild laten vallen. En gewoon zeggen wat je wilt. En vaak in gewone mensentaal, in plaats van allemaal marketingtaal en termen, kom je dan veel verder. Gewoon even weer rewind terug naar de essentie. Ja, heel goed. We gaan naar de vragen van onze beste kijkers. Ik zie eigenlijk twee soorten vragen via Facebook, via de mail en via Zoom. Een deel van de vragen gaat over het webinar, echt over het online regisseren. En een deel van de vragen gaat over wie jij als stem bent. Over puur stemskills, laat ik het zo zeggen. Ik wil voorstellen dat we die laatste pas behandelen als we daar aan het einde nog de tijd voor hebben. Anja Verder, die stelt de vraag, hey Machteld, ik ben nieuwsgierig, als iemand met ervaring in drie markten, hoe is de Nederlandse markt anders dan de Amerikaanse of de Franse? Wat kunnen wij daarvan leren of moeten zij juist van ons leren? Oh, dat is grappig, want ik heb een maand geleden, was ik op de One Voice Conference, dat is een Engelse stemmen. Conference en waar voornamelijk Engelse en Amerikaanse stemmen aan meedoen en wel nog wat meer internationale. Maar het grote verschil is dat in Amerika en Engeland is het wat ze noemen audition driven en agent driven. Dus dan heb je een agent die zorgt voor werk voor jou, die geeft jou, die plukt her en der audities en die kan je dan doen en dan doe je heel veel audities en af en toe krijg je een opdracht. Wij plukken daar een beetje de vruchten van mee, omdat wij hier ook gewoon lid kunnen worden van wat ze noemen pay-to-play platforms, zoals Voices.com, Voice123, Podalgo. Daar kan je audities doen, daar betaal je dus om een jaar audities te kunnen doen. Dat is een beetje met hagel schieten, maar dat is gewoon de aanhouder wint
En hoe meer audities je doet, hoe groter de kans is dat je een klus krijgt. Alleen voor Nederlandse stemmen, het taalgebied is klein. Dus dat is gewoon jammer dat daar minder Nederlandse klussen op zitten. Ja, maar dan ook weer een voordeel dat als je Amerikaanse stemmen hoort, de mensen die op de pay-to-play platform zitten, die moeten zoveel audities doen voor één simpele klus, waar ze dan vaak maar €250 voor krijgen, dat je je soms afvraagt, waar gaat dit eigenlijk nog over? Dus 20, 25 audities als Amerikaanse stem per dag doen en dan één klus krijgen, is heel normaal. Ja, ja. Ja, nee, dus dat is een groot verschil. En in dat opzicht, als je hier je netwerk opbouwt, je kan je eigen marketing doen. Je hebt het wat dat betreft veel meer in de hand. Als ik kijk naar online opnames met Engeland of Amerika en met Nederland, ja, daar is eigenlijk weinig verschil bij. Behalve dat bijvoorbeeld voor grote bedrijven, hoe groter het bedrijf, hoe groter het merk, hoe meer mensen er meeluisteren. Zoals, nou ja, die met die 9 mensen, waar had ik een keer dat er was dus 1 keiharde producer bij. En die zorgde dat die 9 mensen allemaal in toon werden gehouden. Zij verzamelde alle feedback, dat hoorde ik allemaal. En dan gaf zij mij 1 eenduidige. En hier is het vaker dat de opdrachtgevers. Dan is er 1 die meeluistert of misschien 2, maar 3 hooguit. Maar bij die grote, met name grote Amerikaanse bedrijven, dan wil iedereen zijn zegje hebben en dan heb je gewoon hele grote comité's die meeluisteren. En daar moet je dan ook wel vaak 2 à 3 uur voor uittrekken en dan zit je heel veel te wachten. En dus dat moet je eigenlijk ook al doorberekend hebben in je prijs. Dat is een aardige, want Micha Zuidhof die vroeg ons via de mail van laatst begon er een voice-over tijdens de sessie over geld. Dat vond hij niet zo netjes. Nee, dat is helemaal niet netjes. Nee. Dat ben ik helemaal vergeten. Ik kan het wel begrijpen als je daar 3 uur zit. Ja, nee. Dan denk ik, als je er. Kijk, bij die Amerikanen weet ik dat je vaak gewoon 3 uur er zit, maar dat je heel vaak zit te wachten. En inderdaad, dat zijn ook vaak andere bedragen. Mm-hmm. Je moet als stem totaal niet tijdens de opname, ook niet in een geluidsstudio. Begin niet over geld. Dat is iets, als je het via een agent hebt gekregen, dan bel je daarna je agent en je zegt van ja, moet je eens luisteren. Ik ben 3 uur bezig geweest, we hadden 1 uur afgesproken. Kijk maar wat je doet. Als je het zelf hebt geregeld, nou ja, dan heb je, kan je inderdaad daarna nog vragen van jongens, zullen we even redelijk zijn? Split the difference. Ik ben 3 uur bezig geweest. Jullie hadden verwacht dat 1 uur was om dit voor redenen buiten mijn schuld om. Is het langer geweest? Dat soort dingen horen niet in de opnamesessie. Niet in een online opnamesessie. Ook niet in een geluidsstudio sessie. Dat is er allemaal buiten. En je kan het daarna nog bespreken. Maar niet, inderdaad niet in de opnamesessie. Ja, helemaal eens. Helemaal eens. Ik denk ook wel eens bij bepaalde vragen van dan had je het vooraf maar beter moeten voorbereiden en dus een betere prijs hebben moeten neerleggen. Micha die vraagt ook nog, vind je dat de eindklant er altijd bij aanwezig moet zijn? Dus er is een bureau. Nou ja, dus eigenlijk die Poolse landdag waar jij het nu over hebt, wat je heel veel in de Verenigde Staten ziet. Snap je dat? Eindklant. De eindklant, is mijn ervaring, kan er niet altijd bij zijn. Het zou natuurlijk geweldig zijn als die er wel bij is en dan gewoon meteen met een klap van de hamer zegt van fantastisch, dit is goedgekeurd. Maar na een online opnamesessie gebeurt er nog heel veel
met je opnames. Want het kan zijn dat ze het eerste deel van take 2 gebruiken, het middelste van take 7 en het, de payoff van take 1. Dus zelfs al zit de eindklant daarbij, die kan zich misschien een beetje een indruk krijgen van, oh ja, dan gaat het zo klinken. Maar hij gaat het pas echt horen als het allemaal bij elkaar gezet is, met de muziek, gemixt, geluidseffecten. En dan pas denkt van, ja, ja, dit klopt. Of hij denkt, nou, dat middenstuk, dat hebben we nog niet. En dan komen ze gewoon terug. En dan is het inderdaad kijken van, is het omdat de tone of voice niet goed was? Of is het omdat, weet je, retakes? Of je doet ze gratis als service, omdat je denkt van, ja, jullie hebben gelijk, dit had beter gekund. Of als je denkt van, nou, ik mag er best wel wat meer voor vragen, want jullie hadden alles goedgekeurd. Ja, dat is ook weer gewoon hoe je met je klanten omgaat en hoe ver je daar in gaat. Maar ook daar is altijd, je bent je eigen product en je moet jezelf verkopen. En je moet al die afwegingen maken van, is het me waard om er €50 meer voor te vragen? Of heb ik liever gewoon een blije klant die ik gewoon help en die de volgende keer weer terugkomt? Wacht, omdat jij aan beide zijdes van het glas zat, heeft dat heel veel positieve voordelen voor jou, waardoor je waarschijnlijk heel gemakkelijk aanvoelt van, ah, wacht eens even, ik zit hier met het bureau, maar ik hoor eigenlijk de klant hier praten. Dus hey, die persoon die is gewoon met in zijn achterhoofd de klant bezig en dat soort dingen snap jij waarschijnlijk wat sneller. Dat is een voordeel. Maar ik kan me ook voorstellen dat omdat je aan beide zijden staat, dat het af en toe een beetje tegen je werkt. Dat je bijvoorbeeld net iets te graag het script zou willen bijschaven of zo. Ik roep maar even wat. Ja, ja, het heeft absoluut twee kanten. Voordelen en nadelen. Het heeft als nadeel dat ik vaak ook dan te snel met de klant meedenk. Dat ik denk van, zo hebben jullie het bedoeld en zo willen jullie het hebben. En dat ik dan een minder frisse kijk op de tekst of op het project heb. Maar ik zie meer voordelen dan nadelen. Maar dan zelfs als je die ervaring niet hebt die ik heb, is het ook weer gewoon gezond verstand. Het is vraag en aanbod. En inschatten van, ja, wat verwachten jullie? Ik kan iets wat jullie niet kunnen, want ik heb die guide track gehoord van jullie marketing manager. Dus je komt wel met een toegevoegde waarde. En die moet je gewoon zo goed mogelijk binnen de verwachtingen leveren. Oké, je bent met je opname klaar. En dan stelt Geert van Tol de vraag, bewerk jij je eigen geluid voordat je het aanlevert bij de klant? Ik ga even naar de wc. Nee, dat doe ik niet. Ik ben daar heel eerlijk in. Ik vind het een wonder dat ik mijn apparatuur aan de gang krijg. Maar de stemmencommunity en de geluidsmensencommunity is een fantastische community. We helpen elkaar. Ik wil dan ook al die geluidsmannen die mij altijd helpen, bijna op dagelijkse basis, ik wil ook iets terug doen, maar dat kan niet altijd. Nee, ik bewerk het niet, want ik ben stemacteur en ik ben geen geluidtechnicus. Dus ik kan, en zelfs nu nog, na al die jaren, leer ik elke keer nog wat dingetjes erbij. Ik ben nu zelfs met een nieuw softwareprogramma aan het werken. Ik vind het een drama. Maar het moet. Je moet je ontwikkelen. Maar nee, ik bewerk het niet. En met welk programma ben je bezig? Ik ben nu Logic Pro. Oh. Want, en waarom wil ik dat? Omdat ik in Twisted Wave werk. En dat is echt een soort heerlijke no-brainer. Maar ik wil ook gewoon sync op filmpjes kunnen inspreken. Ik heb een Pro Tools trauma. Dus daar kan ik niet mee omgaan.
Dus nu ook met behulp van een bevriende stem, die ook technicus is, ben ik aan het oefenen met Logic Pro. Maar ik geef toe, ik vind het gewoon heel, heel lastig. Deze Ray Rocher, of Rossier, sorry als ik het verkeerd uitgesproken heb, die zegt, wat kan de klant nog thuis met mijn opgenomen file? Als ik het in MP3 stuur, dan is die onveranderbaar. Maar als ik het in te hoge kwaliteit stuur, dan kan de klant er nog van alles aan optimaliseren en er zelfs muziek onder zetten. Dat klopt, toch? Zegt ze. Ja. Nou ja, je stuurt eigenlijk altijd hoge kwaliteit files door. In mijn ervaring stuur je nooit mp3'tjes door. mp3 doe je als je een demo doet. Want dat is gewoon klein om te versturen. Maar de definitieve opnames zijn altijd in WAV of in AFF. Of altijd gewoon zware bestanden. Ja. Loeke die stelt deze vraag. Ik denk dat we deze vraag gewoon even moeten nuanceren. Als je later nog een keer een closure opname maakt, waar je het net over had, stuur je die dan op? Hoe gaat dat bij een opname op afstand? Jij bedoelt waarschijnlijk dat je dit alleen maar doet als je remote opneemt en niet als je het naar een studio toe gaat. Ja, dat doe ik alleen als ik het vanuit huis doe, dan stuur ik die. En dat zet ik dan ook in de naam van de file. Ja. Van dit is de opname zonder meeluisteren. Ja. Dat specificeer ik erbij. Ik check even de Facebook commentaren. Mariette Sigaar die zegt present. Leuk, hey, Mariette. Ja. Maar dit zei je wel om 16:45, oh. Mariette. Dus je was te laat. Serge de Marre die zegt, zeer interessant, zowel voor stem als creatief een klant. Dankjewel om kennis te maken en vele tips te delen. Mag tot van de graag. Dat is ook geen vraag. Dank je, Serge. Ja, maar Serge kijkt helemaal mee vanuit Dallas, hè? Ja, zo is het. Serge is een Vlaamse stem, voor wie dat niet weet. Even kijken. Paulien ten Brinke zegt, dag Machtelt, ik heb een opdracht voor een tv-spot waarbij de klant 3 man sterk bij mij thuis wil komen. Ik heb maar een kleine spreekcel. Is dit gebruikelijk? Klanten vragen het. Mijn spreekcel is daar ook te klein voor. Ik zeg dan nee. Ik heb ooit Buffy Duberman, die aan het eind van de maand ook een webinar geeft. Die heeft mij gecoacht op mijn Amerikaanse accent. En die zat, dat is de enige die ooit in mijn spreekcel heeft gezeten. Mijn oude spreekcel nog. Maar voor de rest komt daar gewoon niemand in. Nee, dat is gewoon zo unrelaxed. Dan moet je inderdaad aanbieden van maak dan iets meer kosten en huur een geluidsstudio in. Dat haal je er altijd uit. Dat is gewoon een uurtje voor een commercial, een tv-commercial. Of doe het inderdaad via een online systeem dat je meeluistert en regisseert. Maar nee, niet met z'n drieën in je opnamehok. Marco no van Zandt die mailde, ik vind het lastig om door te blijven vragen. ... Dus ik ga ervan uit dat we het hier over een klant hebben. En dit zal waarschijnlijk over het cliché gaan van je hebt sessies waar je misschien maar 1 zinnetje moet doen, maar dat 100 keer moet doen en dan de grap gaat en dan gaan ze voor take 3. Hij zegt ja, ik vind dat lastig. Ja, ik kan me voorstellen dat lastig is. Zeker als je met een stem werkt. Ik heb er 2 meegemaakt die na 3 takes zoiets hadden in de geluidsshow van, nou, staat erop, hè? Ik ga er vandoor. En dat zal je online ook meemaken, stemmen die zeggen van, ja, maar je hebt het toch, je hebt alle kanten, je hebt... dan gewoon weer even tot 10 tellen. Ja. Je hebt er recht op. Je hebt er recht op als klant. Dus... Ja, een van de lessen die ik ooit aan klantzijde had, dat was dat we met een hele moeilijke klant in de studio zaten. En Ben Maasdam zat achter de microfoon. En die klant die was best wel aan het mierenneuken. Laat ik het gewoon zo zeggen. En het duurde best lang. En ik was die klant maar aan het managen en aan het doen. En ik zie op een gegeven moment Ben Maasdam achter het glas in mijn ooghoeken met een bepaalde glimlach zitten. En toen dacht ik, zo werkt dat dus. Allemaal gaan. Sabine Bel die vraagt, hoe haal je het beste uit een onervaren voice-over? Heb je even. Ik denk dat je dat met heel veel geduld, liefde en respect
moet benaderen. En de beginnende stem veel opbouwende kritiek geven. Dus probeer weg te blijven bij het negatieve. Zelfs als je denkt van, dit is helemaal niet wat ik wil. Probeer het dan toch zo te verwoorden dat je eigenlijk marketing managers in grote Amerikaanse bedrijven krijgen als regel nummer 4. Als je iets wil afkeuren, dan bedank je eerst voor al het harde werk dat ze hebben gedaan. Dus je bedankt voor alle concepten. Dus kill them with kindness. En dan kom je veel verder dan als je zegt van, ik vind dit echt helemaal niks. Welke kant gaan we nu weer op? Ik zou het ook niet weten. Nee, gewoon. En verplaats je in de ander. Verplaats je in de onzekerheid, in het nieuwe. Geef het tijd. Neem er de tijd ook voor. En probeer iemand gewoon rustig te houden, zodat hij kan doen wat hij wel kan. En en wees eerlijk als het er niet uitkomt. Maar dan met handschoenen. Lief zijn. Ja. Wat ik aan deze questionnaires altijd wel leuk vind. Je gaat van de hak op de tak. We hadden het dus net over die, zeg maar, als je het even heel zwart-wit zegt. Aan de ene kant van het spectrum heb je de creatieve reclamemaker van een prijswinnend reclamebureau. Die heeft iets precies in zijn hoofd en het moet precies zo worden. En we proberen daarnaast ook nog een paar andere steltjes om te kijken van, kan het misschien nog anders of zelfs nog beter? Dat is de ene kant van het spectrum. En de andere kant van het spectrum is dat je bij een televisiestation binnenloopt en dat ze zeggen, doe het maar in 3 stijlen. En je zet die 3 stijlen, bam bam bam, erop en je loopt weer naar buiten. Wat ik persoonlijk daar wel eens lastig vind, dan denk ik van, ja, maar het komt beter. Ja. Wat doe jij dan? Het komt beter. Dat heb je na elke sessie. Dan zit je op je fiets. Of dan zit je daarna thuis en denk je, ja, ik had dat nog kunnen doen. Als je dan thuis bent, dan kan je dat nog opnemen en dan kan je het nog opsturen. Als je het ergens op locatie hebt gedaan, dan is dat geen optie. Dat weet je, het is ook vaak zo in een vloek en een zucht voorbij, hè? Dat je wordt voor een uur geboekt. En daarin zet je gewoon al je energie en perform je en deliver je. En dat is het dan. En dan kan je, het is lastig om dat te repareren. Iets makkelijker als het inderdaad in je thuisstudio gebeurt, omdat je dan nog als een soort PS van, ik heb nu door hoe ik het wel wilde doen, en dan stuur je dat op, en als het gebruik of niet is, is dan aan hun. Maar dan heb je voor jezelf het gevoel van, ik heb er alles aan gedaan en ik heb het gedaan zoals ik het wilde. Ja. Ik hoor jou tijdens je webinar en ook nu tijdens de questionnaire, ik hoor jou heel veel dingen zeggen die uiteindelijk gewoon uitkomen op dat simpele woord waar ik het net ook al over had. Het gaat om samenwerken. En dat vergeten we anno 2020. Vergeten sommige mensen in deze wereld dat wel. Uit mijn eigen ervaring met jou. Ik denk, een van de belangrijkste redenen waarom jij een van de meest gevraagde stemmen in Nederland bent, is samenwerken. Dat jij zo goed begrijpt hoe dit spelletje werkt. En dus dat het niet alleen gaat om talent hebben en een mooie stem hebben, maar dat daar ook nog een heel palet naast zit. En dat daar aardig zijn. Niet zeuren over geld als je het net iets te weinig vindt. Op een lieve manier vertellen hoe jij het vindt. Als je denkt, het kan toch net iets anders of leuker. Samenwerken. Dat vind ik persoonlijk de beste learning uit deze webinar. Dankjewel. Graag gedaan. Dank jullie wel. En
Wie hebben we morgen, Jente? Ja, wie hebben we morgen? Morgen zitten we niet in deze studio. Morgen gaan we naar de studio van Wonder Smit. Zij zijn een videoproducent, een van de grote videoproducenten uit Amsterdam. Ze zitten in Amsterdam-Noord in een van de meest creatieve panden die daar staan. Als je er buiten staat, dan denk je, wie heeft dit bedacht? Het lijkt wel alsof er 50 designs zeg maar in één pand vinden. En dan loop je naar binnen en dan denk je, oh, wacht eens even, aan de binnenkant hebben we ook nog 100 verschillende dingen. Dat is een fantastisch pand en daar hebben zij een fantastische webinarstudio zitten. Ze hebben veel ervaring dus met het maken van webinars. En zij gaan je door dat hele proces meenemen van hoe maak je nou een webinar. Dan de dag daarna hebben we iets wat bedoeld is voor voiceovers. Business Lessons for Voice Talents, gemaakt door Philip Banks, British award-winning voiceover. Het is volgeboekt, maar laat je niet afremmen, want je kan dus ook kijken via Facebook. Dan Victor Silvers, hij gaat het hebben over brand positioning, merkstrategie, is dus zowel als producent als voiceover waarschijnlijk iets waar je heel veel aan zult hebben. Hij werkt met een bepaalde methode. Mag dat helpen even? 24 plus 1, 22 plus 1, 21 plus 1. Of ik weet niet of jij er als reclamemaker wel eens van gehoord hebt. Nou ja, daarmee maak je gewoon heel op een hele simpele manier kun je daar je eigen merkwaarde mee vaststellen, in kaart brengen en vervolgens daar wat mee gaan doen. Dan hebben we Sander de Heer over het maken van podcast. En dan op vrijdag Klaas Wijma, onze Klaas Wijma. Wij doen al jarenlang de podcast CMO Talk met hem. En Klaas Wijma heeft het reclamebureau Energize. En hij heeft een boek geschreven, een heel goed boek. En dat gaat over aandachtsmarketing. En de webinar die zal daarover gaan. Nou, schrijf je vooral in via voicebooking.com/webinar. En mocht je een van de webinars missen, stuur ons dan eventjes een mailtje. Want alles wordt opgenomen en is dus later weer terug te kijken. Nog eenmaal, dank Machteld. Dankjewel. En wie weet, tot morgen vanuit de studio van Wout Wonder Smit. Dag.